Maar zijn aanrijden, maar zo de toeter en bellen. Nee, zo. Rustig. Asuna. Oké. Blijf weer. Nee. Door naar Amsterdam Centraal Station, waar handhavers Frans en Aniel waken over de orde en veiligheid in en om het stationsgebied. Weg naar gevonden voorwerp. Een deken. Hoe moet ik hem maar? Ja, misschien heb je emotionele waarde, man. Ja, ik breng hem wel misschien even. Misschien heb iemand hem geërfd. Ja, ik breng hem wel even. Ja, maar we brengen hem even. Gaat hij goed? Gaat het goed? Ja? Ja, zo. Look out, hè, over this. You look over there. Ja, yes. Then... Oké. En deze ook, hè, om je arm heen. Zo. Wat hebben we hier nou? Ik hoop wel dat je goed ingesmeerd bent. Ben je goed ingesmeerd? Zeker. Oké. Okay. Hello. It's not allowed to sleep here. Oké, okay, where are you going? I'm waiting my friend. You're waiting for my friend. Oké, okay, yeah. But not sleep here, oké? Oké. Thank you. En er wordt op meer plekken geluierd op het station. Speak English? Dit is not allowed. What? No, to sleep. Okay, you can sit here, no problem, but he cannot sleep over here. Yes? Doet hij het? What happened? Hey, goeiedag. Oh. It's not allowed. Okay, you can sit here, no problem, but not sleep. Okay? Thank you. Have a nice day. Okay? Bye-bye. Een hele goede middag. Ik heb een tasje met een truitje en een dekentje. Maar, ja, wou het net. Een dekentje. Ik wou het eerst in de klieken gooien, maar ik denk, ja. Voor dan ja, nog beter. Ja, wat? Maar dan, de handhavers worden geroepen. Er lijkt sprake van lichte paniek. Wat is er aan de hand, Frans? Wat leggen ze? Hallo. What happened? She just fell down and we were standing next to her. Hey. Ze praat wel. Is alleen? Yes. Yes. Your friends? No. We were standing there. Worden aangesproken door verschillende mensen dat er een dame op de grond zou liggen. Te plaatsen inderdaad lag daar een vrouw. Werd verteld dat ze al ze stond tegen het muurtje aan en dat ze op haar gezicht is gevallen en dat ze 5 minuten bewusteloos was. Toen wij ter plaatse kwamen, lag ze daar al, was ze wakker. Ze was aanspreekbaar. Have you a drink? No. Smoking, what? No? No? No, like. No, okay. Smoking. No, okay, okay. No, drink. Nee, okay. No. Where you come from? Heeft u ook zo nodig? Vraag of het haartas is. Is it your back? This one? Yeah, this is for you. Okay, nou, ze is wel bij dus. Ja, yes, ze is wel bij. Als ik ze zo even optil. Ja. Frans en Aniel willen een ID-bewijs zien om te weten wie de vrouw is. Yes. Oh. Show your ID hier. And this one? Your ID? Lady, this is your ID? Just relax. Wel toch maar even ambulance hoor, want even kijken of ik een ID heb voor de. Ja, hoe oud ze is, want dan wil ik het gegeven hebben. Your ID, where is your ID? Ik probeerde in de portemonnee te zoeken of ik daar hoe oud ze is. Want wordt dat altijd gevraagd, hè? Als we de ambulance oproepen. Ambulance, graag. Rustig, oké. How old are you? How old are you, lady? Er staat niks bij, dus ik heb aan haar proberen te vragen van... hoe oud ben je, waar kom je vandaan, wat voor dag is het vandaag? Ze was heel waarzig, heel afwezig. Even kijken, koud is goud, hè? Ze moet het... No. Ja, dus maar ze zijn aanrijden, maar zo de toeter en bellen. Nee, zo. No. Rustig. Asuna. Rustig. The people look at you. You try to help you. I help you, okay? Yes, it's all right. Niet. Oké. Blijf weer. Niet. Nou, laat maar. Nou? Niet. Nee, oké. Ja, we wilden een dekentje over haar heen doen.
Ja, want ja, ze had toch een kort rok, ja, dus dat wil je toch wel een beetje bedekken. En toen werd ze een beetje wakker. Toen wilde ze niet meewerken. Ik heb gevraagd hoe oud ze is. Nou, dat weet ze allemaal niet. Ze weet niet welke dag het is. Oké. Een soort agressief ook. We try to help you, rustig. Yes? Yes. Er komt de ambulance aan. Zwaai even, vang hem even op. Ja. Ze zien het al. Ja. Rustig. Mevrouw, blijf wel even liggen. LF5 is ter plaatse. Zo. Mevrouw was wat groggy, maar naarmate ze steeds helderder wordt, weigert ze hulp. Hallo. If you can stand up, you need to stand up. Be the ambulance. We check you out. But you cannot stand on the floor. No. Oh, that is good. All right, 1, 2, 3. Yes. Okay. All right. We're going to help you. You cannot lie down. Mevrouw blijft wat wazig en wankel op de benen. Is het alcohol of drugs wat een rol speelt? Of is het mogelijk een hersenschudding? Of iets ernstiger? Laat hem los. Ze wil haar tas. Oh. Your back. Everything is there. Your telephone, everything is in your back. Yes. Everything is there. Look. We try to help you, man. We try to help you. Everybody here try to help you. Uiteindelijk laat mevrouw zich medisch nakijken. Het is zeer waarschijnlijk de alcohol die haar parten speelt. Nou, maar zullen we er wel even naar de bus brengen, hè? Ja. Zie je? Kijk, ja. Ja, zie je. Nee, dat hoeft nou. Ja. Nou, hier, als je de tas ook meeneemt. Yes. Nee? Oké, kijk. Nee, bus. Bus. Daar. Nee. U wilt de stad nog in? Nee, ze gaat de stad nog in. Oh, nee, man. Ja, even serieus. Dus, permanent. You go to home. Permanent. Ja, we hebben ons best gedaan, Daniel. Ja. Oké. Be careful, hè. We wilden haar naar de bus brengen, achter het centraalstation. Maar ze wil nog de stad in, want ze heeft afgesproken met een vriend. Dus ja, ik hoop dat het allemaal goed gaat. Maar ja, ik kan haar niet, meesleuren. Bye. Voor allen. Wil je even Zuidzijde even kijken? Omstanders, ja. Frans en Aniel, NS-handhavers, de politie en ambulancepersoneel. Iedereen heeft zich over de vrouw ontfermd. Maar zelf wil ze maar één ding. Met rust gelaten worden. Meer zien? Ga naar kijk.nl. Kijk opent je ogen.